Ja, ik had het al gezegd, of we hadden het al voorspeld. Heel wat comedy deze maand hier in Urbanize. En deze maand hebben we een comedy workshop. Urban Comedy. Je kan je trouwens inschrijven nu op mnm.be of gewoon even op sms of 6050, maar ook. JBZ, jij gaat die workshop geven en je hebt er iemand meegebracht. Stel eens voor, wie hebben we hier in de studio? Ik heb Sven Hardies in de building. Sven, ik denk dat jij je eigen beter kunt introduceren dan mezelf. Ja, ja, ja. Sven Hardies in the motherfucking house. Straight from Deurne uit 2100. Represent. Zeg, kan je heel kort zeggen, bijvoorbeeld Sven, het verschil tussen comedy en urban comedy? Of is er gewoon geen verschil? Eigenlijk is er geen verschil, nee. Er is totaal geen verschil. Waarschijnlijk andere thema's dat ze aansnijden. Meer, laten we zeggen, rap gericht, de ghetto, een beetje donkerder misschien. Meer muziek ook, hè, tussendoor? Absoluut. Oké, laten we daar dan het verschil op stellen. Kan ik jou bijvoorbeeld nu zeggen, dat is een mop, Sven? Nee. Weet je, dan loopt die fout af, jongens. Ja, nee, maar ja, we moeten de mensen warm maken dat ze zich inschrijven. Hè. Wat kunnen de mensen heel kort verwachten van zo'n workshop? Ja. Van de workshop, de Urban Stand-Up Comedy Workshop, kunnen ze zaken verwachten als de mimiek aanleren die ze niet wisten dat ze hadden. Nieuwe woorden, nieuwe termen die komischer zijn dan de saaie termen die ze in het leven gebruiken. En ook gewoon heel veel dynamiek ook, want er gaan situaties gebeuren waar mensen in een rolspel terechtkomen. Oh, oké, okay. Ja, hè? Je kan je vanaf nu dus inschrijven via mnm.be voor onze workshop op het site, dat we net al gewoon even sms sturen naar 6050. Laat maar komen. En we zijn helemaal niet alleen. JBZ staat hier nog aan mijn rechterkant. Zo meteen gaat hij nog alles vertellen over die urban comedy. Longs die van Longs en Halve Noor, die gaan nog performen. Zo meteen. Tweede uur van deze Urbanize. En het is echt dolletjes. Ik krijg het er bijzonder warm van. Kom ik al een sms binnen op 6050. Oelala, JBZ op M&M. Proficiat, goed bezig. Groeten, Thomas uit Antwerpen. Heb je daar iemand voor betaald? Oh, oh nee, dat hoeft niet meer. Niet meer. Shout-out naar Thomas. Echt cool en ik heb liefde voor iedereen die zoiets dropt. Zo, ja. Dat is waar. Ja, en voor soms die mensen voor jou blijven opgenomen. Dat is een wegje naar mijn hart. Ik wil even tegen haar zeggen dat ik het bangelijk vind dat een vrouw uit het Antwerpse eindelijk een paar aan gaan leiden. Yeah, girl. Allee, iedereen is zeer positief vandaag. En wie is hier ook nog binnengeslenterd? Ah. De Halve. Yep. Hoe is het? Fantastisch. Nee. Zeg eens heel eerlijk, heeft Swans het hoge naar een bol gekregen sinds haar zomerhit? Ze is eigenlijk gewoon rage gebleven. Het is nog altijd slongske gelijk aan ze kennen. Ze hebben me voorbij gestoken, ja, maar ik moet zeggen, ze hebben meer talent in de kleine tien dan ik in half mijn lijf. Dus is het waar? Niet meer als normaal, ja. Ja. Maar mooie woorden, hè? Ja, maar de Halve, dat is een zin voor die stem. Dat is een heel nederige mens. En die is ervan overtuigd, geven is krijgen. Dus die geeft alles weg en die krijgt er heel veel voor terug. Ja, JBZ, hij staat er nog altijd bij. Mm-hmm. Eind deze maand gaan we een urban comedy workshop doen. En dat is blijkbaar comedy een beetje in de mix met veel muziek. Zou dat zoiets voor jou ook zijn? Ik zou mij er wel in kunnen vinden. Ik denk, ik denk als ik even iets mag toevoegen, denk dat ritme een beter woord is dan comedy met muziek. Het is eerder comedy met ritme. Oké. Okay. Het is iets dat je moet bijwonen, you never know. Ik vond u al, eerlijk gezegd, ik vond u backstage al grappig, so you never know. Echt? Ik kwam binnen, ja, ik zie dat, hallo, het is cool. Deze mag wekelijks. De langste outro die ik ken. En dan gaat er nog wel even door. Usher en Ja, zoals elke maand, we zijn nog maar één keer mee van start gegaan, ja. Onze workshops op het einde van elke maand. Vorige maand hebben we in september gaan beatboxen met Fatty K. En deze maand gaan we de humortour op. Humor gaat de wereld redden. Oh, is het waar? Humor gaat slagen waar de politiek valt. Oké. Dat is niet heel mooi. JBZ heeft Sven Hardies ook meegebracht. Op 1 november dan gaan jullie ook weer het beste van jullie zelf geven op BZ Comedy. Jamal, JBZ, jij organiseert dat. Aha, klopt. Wat mogen we verwachten op zo'n BZ Comedy avond? BZ Comedy is die avond, ik noem het de andere comedy-industrie.
Ik ga dat direct beter toelichten. Ja. Er is comedy op tv, op Canvas, op 1 en op andere kanalen. Er is een mainstream comedy publiek. Maar er is meer comedy in Vlaanderen, in België beter, dan men denkt. Er is een totaal ander comedy publiek. Er is een humor waar heel veel mensen mee lachen. En ik denk dat zowel 1 als Canvas, als wie dan ook, nog altijd Danny heeft kunnen showcasen. Dat leeft op zichzelf. En wij gaan daar wel programmeren. Maar zeg jij, James Beasy. Ik kon niet meer volgen. Ja. Ik moet het veel blijven. Zeg eens gewoon dan op jouw manier, wat mogen we van jou vragen? Wat jij zelf optreden? Wel, ik heb Jay Beezy leren kennen tijdens in een backstage eigenlijk van Youssef Al-Moussaoui. En ik deed er sketch mee Youssef. Ik speelde een racistische flik. Ik vond dat heel gemakkelijk. En ja, ik kom uit Antwerpen. En Jay Beezy die deed het voor het programma. En het was zo geweldig hoe meegevallen zij dat hij mij 2 keer heeft uitgenodigd voor Mike's Up. Klopt. Tot 2 keer toe en nu zelfs weer een uitnodiging om... Mama, leg me gewoon eens uit, hoe werkt dat, Beezy Comedy? Wat mag iemand verwachten? Dat is eerst en vooral bijzonder grappig. Hij heeft een geweldige line-up met ongelooflijk grappige mensen en de bijna legendarische Mohamed die komt ook en dat is echt wel een primeur, denk ik, voor Ben. Zeker. Het is speciaal een hap uit zijn budget om die te laten overkomen. Ja, ik denk dat de fans die dat houden van Dead Comedy Jam van Amerika, dus die ruggedness, die ruwheid dat je ziet op tv, van die comedians, dat kun je terugvinden bij onze comedians ook. Ik denk dat zij echt Beezy Comedy typeert. Dat is een perfecte vergelijking. Ja. Wanneer is voor jou iets grappig genoeg? Dat je zegt van oké, dit kan ik meenemen in mijn show? Wel, iets meenemen. Eigenlijk, je verzint eigenlijk een grap en je ziet waar dat die ongeveer kan inpassen. Of je verzint iets waar je passioneert over kunt babbelen en je verzint daar grappen rond. En dat moet uiteraard eerst uitgeprobeerd worden tijdens try-outs, open mics en dergelijke. En als het publiek voldoende lacht en je bent gemotiveerd genoeg en je kunt het blijven vertellen, dan gaat zoiets in de show. Alright, cool. Op 1 november is dat dan Beezy Comedy in de Arenberg in Antwerpen. En weet jij wat onze slogan is? Nee, dat is. Onze slogan is: This show is really funny. Dus dat zegt genoeg. Ja, dat is real. Wel heel hoog gespannen. Klopt, en deze zending voor jullie trouwens. Superman. Echt, ja. Gratis t-shirt. Ik hoop dat het smal is. Beezy Comedy. This show is really funny. Yes, dat is nice. Ja, nu heb je het min of veel, alhoewel. Je hebt iets breder in je schat dan anders. Het is een smal, zo ja. Een heel brede smal. Een extra smal. Een beetje baggy. Ja. Superman. Hey, thanks. Ja, het is natuurlijk dat jij nu ook daar thuis of in de auto of in de weg of weet waar je bent, een beetje warm bent geworden om ook aan urban comedy te doen. Want eind deze maand, dat is het zover, dan stellen wij hier ook onze studio open om aan urban comedy te doen. Opgeleid, je traint leuke oefeningen. Oefeningen, niks te saai. Nee, je mag gewoon jouw ding komen doen, zeg maar, hier bij ons in de studio. Als je dat wel ziet zitten, moet je gewoon inschrijven hè, voor onze workshop Urban Comedy. mnm.be, laat even weten op 6050. Zometeen trouwens, nog meer live muziek, want ze is er nog steeds. Zoals die van ons, Halve Neuro, die is er ook. En die is een gloednieuwe single. Het heeft iets te maken met de Kroatië-België vanmorgen. Met de WK en al. Zometeen dus die live track. Maar eerst Pharrell Williams samen met Daft Punk. Lose Yourself to Dance.